Eén schreeuw en binnen twee tellen ligt Ludovic vastgebonden in het gordijn gewikkeld. Lupin loopt snel naar de kluis en haalt daar een stapel waardepapieren uit. Dan gaat hij naar buiten. Daar staat het rijtuig met zijn helper. Thuis kijken ze samen naar de buit. Het is geen 100 miljoen, ook geen 10 miljoen, maar nog best een groot bedrag. We zullen een tijdje moeten wachten voor we ze kunnen verkopen, zegt Lupin. En dan zijn ze misschien minder waard geworden. Maar dat maakt niet uit. Dit is een goed begin.